echt super veel zin in. Ik ga namelijk alle items laten zien die ik heb gekocht deze zomer op AliExpress. En dat vind ik echt heel erg leuk, want ik heb namelijk alles in de pakjes gelaten. En ik heb het allemaal verzameld tot alles binnen was. En pas nu ga ik het uitpakken. En dat is echt super leuk. Ik heb wel sommige pakketjes gewoon alleen even opengemaakt om te kijken wat het is. Maar dat is echt het enige. Dus ik heb het nog niet aangehad en ik ga nu alles laten zien. Ik zet in de beschrijving erbij hoe duur het was. En de link zet ik in de beschrijving. En ik ga het aandoen. Allereerst, voordat ik de items laat zien, laat ik nog even deze flamingo aan jullie zien. Die heb ik namelijk vorig jaar op AliExpress gekocht voor de zomer. En dat was echt mijn favoriete item van vorig jaar. Waar ik echt geen spijt van heb gehad dat ik deze heb besteld op AliExpress. Want hij was echt precies zo groot als dat we hadden verwacht. Hij was na 3 weken binnen. Oké, en dan gaan we nu verder met wat ik nu heb besteld voor deze zomer. Nou, ik heb natuurlijk bikinis, zonnebrillen, van alles. You will see. Alle oude bikinis die ik niet meer wil, die staan trouwens op mijn United Wardrobe. Die staat ook een link hieronder, zodat je mijn United Wardrobe shopje kan vinden. En alles wat ik niet pas van AliExpress zet ik ook in mijn United Wardrobe app voor dezelfde prijs als waar ik het voor gekocht heb. En ik begin met de zonnebril. Zit in een doosje. Deze kwam trouwens als laatste binnen. Die duurde iets langer. Ik heb alles opgeschreven hoe lang het duurde. Maar eigenlijk was alles er binnen 3 weken. Maar deze was dus ongeveer 3 weken. Het lijkt wel alsof AliExpress steeds sneller de dingen levert dan toen ik het echt een paar jaar geleden deed. Moest je echt soms gewoon 6 weken wachten op dingen. Kijk, zo'n bril moest ik gewoon hebben voor deze zomer, mensen. Het is gewoon echt wat voor mij. Echt een must-have vind ik voor deze zomer. Ook zo'n lekker. Zijkant. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat staan. Maar ik heb hem dus al volgens mij... Nee, deze heb ik niet kleiner besteld. De bikini variant hiervan. Die heb ik ook namelijk. Eigenlijk een beetje too much om te laten zien. Want die trekt dus helemaal in mijn bil. Dus het is gewoon eigenlijk een soort string. Dus nee, ik vind die echt een beetje too much. Dit vind ik wel mega mooi. Dus ik denk dat ik deze gewoon toch weer een maat groter ga bestellen. Want ik vind het wel echt heel jammer als ik hem niet zou kunnen dragen omdat deze te klein is. Een legging met watermeloenen. Nou, hoe leuk is dit? Ik ben ook heel benieuwd hoe die staat, want hij voelt gewoon echt mega goed. Goede kwaliteit, lijkt. Volgens mij schijnt hij wel een beetje door. Ik heb er niet zo heel veel problemen mee, want deze ga ik gewoon vooral voor de leuk dragen op het strand. Ik weet niet of ik deze echt in mijn buurtsportschool naar yoga aan ga doen. Ik vind het echt een hele leuke legging. Dit is dus die bikini die ik net bedoelde. Oh. Ik denk, dit is ook een L. Je moet altijd alles eigenlijk een maat groter bestellen op Ali. Als deze goed zit, dan ben ik echt zo blij. Oké, deze bikini is dus echt een maat L. En normaal heb ik gewoon een S of een M. En toen ik deze in mijn hand had, toen dacht ik, ik moet meteen een M bestellen, want L is echt veel te groot. En nu dat ik hem aan heb, weet ik al dat M veel te klein gaat zijn. Deze is zelfs al aan de kleine kant. En dat zie je vooral bij mijn bil, dat die gewoon echt een beetje erin gaat. En dat vind ik echt niet mooi als het dit zo te strak is voor mijn bil. Ik weet nog niet of ik dit ga plaatsen in de video, want wauw, ik vind het wel heel wat om zo op de camera te gaan. Maar zoals je ziet is deze rand gewoon veel te strak voor mijn bil. Dit is het pak waar ik me eigenlijk het meest op verheugd heb. Er zit zelfs een nekdingetje bij. Zo superleuk. En het is gewoon zo'n jumpsuit, maar dan echt zo lekker zomers. Wauw, wat is dit een superleuk pak. Hij zit lekker. Het is een mooie pasvorm. Hij is precies echt goed lang genoeg. Deze heb ik voor mij een Bart besteld. Dit is gewoon echt iets voor ons. You know. Ik heb het idee wel een beetje gejat van Noora, een vriendin van me. Die heeft dit ook samen met haar vriend. Sorry Noor. Maar I like it. En dan dit is die van Bart. Zo leuk. Ik hoop wel dat hij het gaat dragen. Want you never know met Bart. Als hij iets niet leuk vindt, dan draagt hij het gewoon niet. Dit is om je glas in te doen. Volgens mij heb ik er weer 2 besteld. Als je dus in het zwembad zit, dan kan je gewoon zo even je drankje daarin doen en naar diegene toe gooien. Gaan we zo aandoen. Oké, dit shirtje is echt helemaal te gek.
Helemaal cool. Zoiets wilde ik echt heel graag. Deze vind ik echt super leuk qua kleuren. Ik heb nu wel, trouwens realiseer ik me, heel veel bikinis die zo'n bovenkantje hebben. Maar aan de andere kant vind ik dat ook wel weer fijn. Want ik heb vaak echt best wel, dat die borsten echt best wel aanwezig zijn. Dat hoeft ook niet altijd van mij. Nou, dit is echt een Disney bikini. Echt waar. Ik vind hem echt heel leuk. Wel een beetje strak weer hier. Oh, no. Nu moet ik zelf maar gewoon wat strakker worden. Deze heeft ook weer zo'n bovenkantje. Die heeft een super leuke achterkant. Met hier dit helemaal in een strik. Deze vind ik ook weer aan de achterkant niet mooi zitten. Het is gewoon echt niet mooi. Ook een hele leuke. Met, ja, zoals je ziet, ik hou heel erg van dit soort printjes. Deze is ook weer super leuk van de voorkant, maar vind ik niet mooi aan de achterkant. Zoals de andere ook. Ik had nog meer hoesjes besteld, maar die zijn nog niet binnen. Maar die had ik later besteld. Dus komen er wel voorbij in mijn vlog. Ja, dat dit er nou aan zit, vind ik niet echt nodig. Dat was ik ook eigenlijk een beetje vergeten. Maar het is wel een leuk hoesje. Weet je wat het is? Soms heb ik zulke leuke hoesjes, maar ze worden zo snel smerig. Omdat je ze natuurlijk zoveel in je hand hebt. Nou, dit is een prima shirtje. Ik denk alleen niet dat ik hem in de droger moet gooien. Want dan is hij wel te klein, denk ik. Maar ja, het voelt leuk. Het voelt goed. Deze zit ook iets kleiner dan dat ik had verwacht. Dus ja, ook voor deze geldt. Hij moet niet in de droger, want dan is hij echt te klein. Misschien niet heel relevant voor jullie, maar deze had ik voor Yola besteld. Een turnpakje. Nou, ze is er echt zo blij mee. Ja, ik weet, de enige plek waar je ook leuke pakjes hebt, vind ik de Decathlon. Daar heb je ook hele leuke, goede turnpakjes. Maar verder is het gewoon echt niet normaal wat je betaalt voor je dingen. En waarom dan niet via Ali? En dan ben je ook nog wat origineler. Want meestal hebben ze daar zoveel te koop dat je bijna niet dezelfde kiest. Nou, dat waren alle zomerse AliExpress spullen die ik voor deze zomer heb besteld. Super bedankt voor het kijken. Hartstikke leuk. En mocht je nog iets willen weten of zo, laat dan even weten in de reactie hieronder. Van United Wardrobe heb ik ook nog 3 dingen liggen hier. Maar het vind ik een beetje veel worden om allemaal in deze video te verwerken. En aangezien dit dan echt alleen de AliExpress spullen zijn, doe ik dat even apart in een vlog. Dus misschien hebben jullie het al voorbij zien komen in de vlog. Of misschien zien jullie het nog voorbij komen in de vlog. Hou in ieder geval mijn vlogs in de gaten. Abonneer je zeker even op mijn YouTube kanaal. Dat zou ik hartstikke cool en leuk vinden. Ik geef ook mijn e-book, al mijn fitnessplan, elke maand op mijn YouTube kanaal 10 keer weg. Dus gewoon alleen maar profijt van abonneren. Dankjewel en tot de volgende keer. Later!